Helemaal, wat super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Een lange tijd geleden kwam er een mystery box uit in samenwerking met Monica Geuze. Ik was matig enthousiast. Ik vond dat ik nog wel oké reageerde. Maar echt 90% had zoiets van, je bent opgelicht. Wat is dit voor een box? Hoe heb je zo'n bedrag kunnen betalen voor zoveel troep? En toen ik achteraf ging nadenken, dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel zo. Er zat echt gewoon een heleboel troep in. Nu is er dus weer een box uitgebracht. Dit keer met Selma Omari. Alleen is het nu geen mystery box. Je kan precies zien wat erin zit. Dus je weet eigenlijk gewoon waar je je geld aan uitgeeft. Ik heb alleen niet gekeken. Ik wist ook überhaupt niet van deze box af. Maar mijn DM stroomde over met, wil je deze ook unboxen? Wil je deze bestellen? Kijken wat je ervan vindt. Dus ik dacht, dat gaan we gewoon doen. Toen zag ik dus dat je precies kon zien wat erin zat. En bij één item was ik al gestopt. Toen had ik al zoiets van, oké, deze wil ik. Het is de Selma Omari Into Your Mailbox. En de beschrijving is, eerlijkheid is puur en deze box komt uit Selma haar hart. Nou, ben ik heel benieuwd naar. De box heeft een waarde van €270 en wij verkopen het voor €124. Toen ik dat bedrag las, dacht ik echt, ga ik dit doen voor een YouTube video? Because it is a lot. En achteraf heb ik geen spijt, want ze hebben hem niet één, maar twee keer gestuurd. En dat vind ik helemaal prima, want dan ga ik gewoon één van jullie ook een box geven. Er staat er namelijk één hier achter me en ik heb er één hier voor me. Dus mocht die nou leuk zijn of niet leuk zijn, ik geef er ook eentje weg aan één van jullie, want het kan. Ik vind het een best bedrag wat je ervoor neerlegt, maar als de waarde zo goed schijnt te zijn als dat ze zeggen dat die is, dan is het het dus waard. Het komt in een hele grote roze zak binnen. En daarin zit dus deze doos en nog twee losse items. En ik ga dan eerst even die twee losse items laten zien. Ik pak dan nu wel even de lijst erbij van wat er allemaal in zit. Zodat ik dan precies kan zien hoe duur dat specifieke item is. Als dat er in ieder geval bij staat. Oké, ik had verwacht dat er per item dan wel bij stond hoeveel het product waard is. Dat staat er dus niet bij. Dus misschien hebben ze dat heel slim gedaan. Maar in dit geval vind ik het heel irritant. Maar het item waarbij ik dus dacht, oké, deze ga ik hoe dan ook bestellen, want ik wil dit al zo lang, is een haartool. En het is van Bombay Waver. Ik heb echt geen idee hoe dit uitspreekt. Het is zo'n krimper. Hoe leg ik dat uit? Ik ga het gewoon uitpakken. Dat lijkt me wel handiger. Hij is behoorlijk groot. Oh mijn god, hij is echt heel groot. Ik had verwacht dat hij wat kleiner was. Dit is dus waar ik het over heb. Volgens mij heet het een krimper, toch? Ik weet niet precies hoe dat heet. Het is in ieder geval een hele makkelijke manier om van die waves in je haar te krijgen. Ik vind het wel moeilijk om dan helemaal bovenin te beginnen. Dus volgens mij begin je dan een beetje vanaf hier en dan hopen dat het goed gaat. Super benieuwd hiernaar. Hier had ik al helemaal zin in. Ik dacht, ja, ik ga hem bestellen en ik ga er gelijk mee aan de slag. Er zit ook een kam in. Twee van die haarklipjes om je haar te klippen. En een handschoentje. En dit is echt wel heel erg handig. Ziet er echt heel erg goed uit. En met deze was ik dus al enthousiast genoeg om deze hele box te bestellen. Dan wat er ook los in de verpakking zat, was deze Rise and Glow. En dit is wat ik overal voorbij zie komen op Instagram. Ik heb nog nooit van het merk gehoord, maar ik vind het er wel heel erg mooi uitzien. Gefermenteerde rijstwater, jojoba, vitamine en pepermunt. Vers voor jou gemaakt. Het is dus een proteïnebehandeling voor sterker, dikker en glanzend haar. Het ziet er echt mooi uit. Tenminste op de foto's. Dus het komt in een zakje. Die kan je dan openmaken. Maar dat is logisch. En dan zitten daar twee producten in. Deze twee. Of tenminste volgens mij is eentje gewoon een lege fles. En de ander is dan het product. Ja, dit is gewoon een leeg flesje. En dit is dan het rijstwater. Ik denk dus dat dit gewoon een fancy vorm is van rijstwater. Nu heb ik dat ook een keer zelf proberen te maken. Gewoon rijst met water. En dat begon zo verschrikkelijk te stinken. Nu weet ik dat dat normaal is. Want dat stinkt nou eenmaal. Maar ik kon het gewoon niet gebruiken. En dit is echt zo'n ding op TikTok. Rijstwater. Iedereen gebruikt het daar. En je hebt super mooie resultaten. Dus ik ben echt heel benieuwd of het wat gaat doen. En of dit stinkt. Eerste indruk is echt ranzig. Maar dan ineens komt er een vleug pepermunt. Wat het dan wel weer oké maakt. In de vriezer kan je het 6 maanden bewaren en in je koelkast 7 dagen. Ik heb dit pakketje nu al 4 dagen liggen, dus wil dat zeggen dat ik het gewoon nu moet gebruiken? Dat het anders gewoon niet meer goed is? Anyhow,
Rise and Glow. Ik ga het maar gewoon ergens volgende week gebruiken en dan in de vriezer leggen. I don't know. Als jij ervaring hiermee hebt, dan hoor ik het heel graag in de comments. Werkt het? Werkt het niet? Ik hoor namelijk ook echt van andere mensen weer horrorverhalen. Dat rijstwater zoveel proteïne bevat dat ze juist haaruitval ervan kregen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En dan komen we bij het pakket. Voor mij is het wel een mystery. Ik heb geen idee wat erin zit. Het komt super mooi verpakt. Die andere, excuus, die is dus wel een beetje stuk. Maar ik dacht, ja, ik wil wel de mooie. Ik heb wel de merknamen gezien wat erin zit, maar dan niet wat voor product of wat het dan ook daadwerkelijk is. Het ziet er super schattig uit. We gaan hem in ieder geval openmaken. Ik ben echt heel erg benieuwd. We gaan hem openmaken. Oh, spectaculair papier. Ik dacht, we gaan nu echt gewoon spectaculair laten zien wat erin zit, maar er zit heel veel papier op. En de doos valt uit elkaar als je hem loslaat. Oké, de inhoud, zeg maar, als eerste indruk is echt heel karig. Het is meer leeg dan dat het gevuld is. Maar dat komt misschien ook omdat je producten los krijgt. Wat ik sowieso een beetje jammer vond, had dan de doos groter gemaakt. En dan was het effect misschien wat meer, wow, wat veel. Nu denk je echt, oh, is dit het? Anyhow, ik begin met wat ik als eerste zie. En dit zijn van die vitamines voor je haar en voor je nagels en voor je huid. En dit is zo'n ding. Ik weet bijna zeker dat het een placebo effect is. Als je erin gelooft, dan werkt het. Als je er niet in gelooft, dan werkt het niet. Want het enige wat er echt, zeg maar, in zit als hoofdingrediënt is suiker, water, geleermiddel, bamboe-extract en vitamine C. Vitamine C is natuurlijk wel heel goed voor je, maar het staat niet boven in de lijst, dus er vast niet heel veel van in zitten. Vitamine B12 staat helemaal onderin het lijstje en vitamine B12 zorgt wel echt voor haargroei, dat soort dingen. Maar aan de andere kant weet ik dat er ook echt mensen zijn die hierbij zweren, die hier echt dachten, dit heeft echt mijn haar veranderd, een totale metamorfose. Ik heb het er alleen niet heel erg mee. Volgens mij mag het sowieso niet tijdens mijn zwangerschap. Tenminste, ik zou dat niet nu zomaar nemen. Ze zijn vegan en hebben frambozen smaak. Nou, dat zijn die. Wel echt een flink grote pot. Het zijn 60 stuks. Nogmaals, heb je hier wel ervaring mee, goed of slecht? Laat het even achter in de reacties, want ik ben echt heel erg benieuwd. Het volgende wat ik echt amazing vind is Moroccan oil. Dit is, hoop ik, gewoon de standaard olie. Ja, oh, hier word ik dus heel vrolijk van. Dit is de Treatment Moroccan Oil. Je kan het gewoon gebruiken als olie voor na het stylen of voor na het wassen of whatever. En dit gebruikte ik vroeger, echt heel wat jaar geleden, dus best wel vaak. Alleen weet ik wel dat het best wel aan de prijzige kant is. Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met het aan te schaffen. Maar ik vind dit echt super fijn spul. Dus ergens ben ik hier heel blij mee dat het erbij zit. En gewoon met een handig pompje, zodat je niet onhandig hoeft te doen. En dit kan je gewoon aanbrengen op vochtig haar of op droog haar. Dus ik denk dat ik dat zo meteen in mijn haar ga doen. En dat ik dan die styling tool ga gebruiken. Gewoon om te kijken of dat mooi effect heeft. Die is nog meer zo dat je gewoon wacht tot anoniem ophangt. Ik haat anoniem. Dus ik ben heel enthousiast dat deze erbij is. En dat vind ik ook gewoon heel erg leuk in combinatie met die haartool. Dus excited. Minder excited over dit paletje van NYX. En dat is NYX tegen NYX. Maar ik hou niet van contour en van dat creamy product. Oh, ik heb te vroeg gezeurd. Het is helemaal niet creamy. Het zijn poeders. Ik dacht dat het zo'n palet was met van die vieze cream producten. Maar het zijn allemaal poeders. Tenminste, ja, het zijn allemaal poeders. Zo ziet hij eruit. Het is alsnog een paletje wat ik niet echt ga gebruiken. Omdat, ja, ik draag dat niet. Nou ga ik er ook heel eerlijk bij vertellen. Ik kan het gewoon niet. Ik probeer het wel eens en dan zie ik er gewoon niet uit. En dan denk ik, nou, haal er allemaal maar weer af. Nog iets van NYX is deze Marshmallow Primer. En als ik foundation draag, en dat is eigenlijk alleen op filmdagen, dan gebruik ik natuurlijk wel gewoon primer. En die is altijd van NYX. Ik heb denk ik alle soorten die ze hebben, behalve deze. En die heb ik al heel vaak op Instagram voorbij zien komen. Zo ziet die eruit. En ja, ik ben heel benieuwd. Maar NYX kennende valt het niet tegen. Er zit een voucher in ter waarde van €50 van Dekar. Ik heb geen idee wat dat is. Zo te lezen zijn dit huidproducten en daar krijg je dan dus een voucher van €50. Het merk klinkt alsof één item dan €150 is, dus dat je alsnog €100 moet betalen. Misschien gebruikt iemand in mijn omgeving dit, maar ik ga dit waarschijnlijk niet gebruiken.
Er zit een face mask in van Starskin. En dat vind ik wel weer een heel erg goed merk. Het is een sheet mask. Instantly Recovering Luxury Cream Coating Face Mask. Eeuw, met tomaat. En broccoli. Huh, dat klinkt echt super smerig. Oké, er zit dus shea butter in, cacao, tomaat, peony en broccoli. Ik weet niet in hoeverre iemand dat lekker vindt om op zijn gezicht te hebben. Maar goed, werkt gewoon als elk ander masker 15 tot 20 minuten laten zitten. Het merk vind ik heel erg fijn, maar deze geur spreekt me niet echt aan. Dan een handcreme en dit is van Atelier Rebel. Rebel Istanbul. Enriching hand cream. Ik haat handcreme. Ik heb daar echt helemaal niks mee. Dus die gaat naar mijn vriend. En dan komen we alweer bij de laatste twee producten. Dit vind ik echt heel jammer. Want dit had ik dus wel ook gezien in wat erin zou zitten. En dat zag ik omdat ik dus wel naar de merken had gekeken. Dus ik zag deze heel snel voorbij komen. En er zit echt zo'n miserig klein potje in. Ik dacht dat het echt gewoon de full size was. Tenminste, ik ga er nu van uit dat dit niet de full size is. Want volgens mij is die zo. En dit is echt wel een heel klein dingetje. Correct me if I'm wrong. Misschien is het wel gewoon de full size. En ja, heb ik het gewoon helemaal mis. Dit zijn in ieder geval de Magic Drops. En het is met enkele druppels krijgt de huid in minder dan een uur een goudbruine kleur voor een gezonde zongebruinde tint. Hier lees ik ook zoveel over. En ik zie zoveel TikToks voorbij komen van mensen waarbij dit resultaat echt super mooi is. Nu ben ik altijd zo iemand... Ik geef licht in het donker. Ik ben gewoon echt ontzettend wit. Dus vaak is dit bij mij way too much. Ik wilde het wel aanschaffen, maar toen dacht ik, ja, voor dat geld ga ik dat gewoon niet doen. Dus ik ben ergens blij dat dit erbij in zit. Ik heb het wel zelf betaald, maar dan nog voelt het als zijnde van, nu kan je het wel gewoon proberen. Een aantal druppels op droge gereinigde huid en je handen wassen na gebruik. Nou, ik ben heel benieuwd hoe ik er dan uit kom te zien. En dan het laatste product, dat is van hetzelfde als de handcreme Atelier Rebel. Maar dan is dit een Discover the Hidden Scent of Istanbul. Een eau de parfum. Dat is een luchtje dus. Oh, super schattig. Het ziet er heel leuk uit. Ik ben heel benieuwd hoe Istanbul ruikt. Oh, dit is heel erg lekker. Er staat echt niks op qua geurnoten. Dus ik kan ook gewoon niet omschrijven waar dit naar ruikt. Het is heel kruidig, maar toch zoet en bloemig. En er gebeurt heel veel. En dat is het allerlaatste product wat er in deze doos zit. Ik ben eigenlijk weer enthousiast. Maar ik vraag me dan wel af van... Ben ik dan gewoon in the heat of the moment, omdat ik aan het filmen ben, ben ik enthousiast? Of ben ik enthousiast en kijk jij dit terwijl je denkt, wat is dit voor een inhoud? Want dat had ik letterlijk bij die Monica Geuze box. Ergens denk ik wel, oh, het is wel weinig wat erin zit. Maar als het allemaal van hogere waarde is, ja, dan klopt het wel. Ik vind het alleen heel stom dat dus nergens de prijzen erbij staan vermeld. En dat zeg ik, dat kan aan de ene kant misschien heel slim zijn, een marketing ding van... Aha, je denkt dat dat het waard is, maar dat is helemaal niet. Ik denk in ieder geval dat ik niet teleurgesteld ben met de items. Misschien denk ik daar morgen anders over, of als ik deze video geëdit heb, dat ik denk... Oh ja, het was inderdaad wel een beetje crap. Maar voor nu vind ik het heel erg leuk eigenlijk. De doos is nu in ieder geval leeg, maar ik heb die daar nog staan. En ik heb die losse producten hier beneden staan. Ik ga hem gewoon lekker weggeven aan een van jullie. Mocht je deze inhoud leuk vinden of iemand kennen die het leuk vindt. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken hierop is een leuke reactie achterlaten. Abonneer je even op mijn kanaal om mee te doen. Like deze video. Voor extra kans kan je me ook volgen op Instagram. Dat is @RebeccaDVG. Dit was dan het einde van de video. Laat even jouw eerlijke mening achter. Wat vind jij van deze box? Dus prijs-kwaliteit-verhouding, wat erin zit. Noem het allemaal maar op. Is dit weer zo'n box waarbij je denkt, weer een influencer die even lekker makkelijk geld verdient? Of vind jij het geld daadwerkelijk waard? Ik vind hem in ieder geval leuk. Dus dat gezegd te hebben, hoop ik dat je het een leuke video vond. Als het zo is, doe je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah!